Goedemiddag, Evan. Goedemiddag. Hoe is het met je en hoe gaat het seizoen voor jou tot nu toe? Het gaat met mij wel goed. We hebben natuurlijk net Interland weekend achter de rug gehad. Ik ben een paar dagen vrij. Dus ik ben naar Barcelona geweest. Lekker weer gehad. Iets beter dan hier natuurlijk. Het seizoen begon wel goed natuurlijk. Eerst, ik denk 8 à 10 wedstrijden hebben we bijna niet verloren. Mijn 9e wedstrijd, dacht ik. Daarna iets stroever en een periode gehad waarin het wat minder ging. Maar ik denk dat we de laatste twee wedstrijden wel weer wat beter zijn gaan spelen en de resultaten ook weer wat beter. Los van dat, van die fase dat we een paar wedstrijden niet hebben gewonnen, denk ik dat het wel redelijk gaat. En hopelijk in deze laatste periode dat we de lijn van de laatste twee wedstrijden kunnen doorzetten. Oké. Je hebt dit seizoen 7 doelpunten en 7 assists op je naam staan. Wat vind je van je rol dit seizoen? Ik denk dat het is niet slecht, maar ik had wel gehoopt dat het iets hoger was geweest. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft natuurlijk met die fase waarin we hebben gezeten, dat we een paar wedstrijden niet wonnen, dan is het, dan draait het allemaal wat minder, dus kan je zelf daarin ook wat minder uitblinken. Maar ik denk dat ik in de laatste wedstrijd van het seizoen hopelijk nog wel een aantal goals en assists misschien kan toevoegen. En mijn rol was in het team dit jaar, ik begon natuurlijk wel als spits en dat is later wel een beetje veranderd ook. Maar uiteindelijk heb ik op beide posities wel mijn goals en assists wel gemaakt. Ja, je komt nu meer vanuit rechts. Waar gaat zelf jouw voorkeur naar uit? Ik heb jaren gewoon in de spits gespeeld, ook in de jeugd. Dus dat voelt natuurlijker aan. En ik heb daar meer feeling mee, omdat ik gewoon daar jaren heb gespeeld. Dus ik heb er meer een binding mee. Maar aan de zijkant is het ook niet erg. Alleen denk ik wel dat ik wat meer centraler, beter tot mijn recht kom. Maar beide posities kan ik wel redelijk spelen. Ja. Waar vind jij dat de kracht van FC Eindhoven dit seizoen ligt? We hebben veel jonge gasten. Dus iedereen is wel heel leergierig en die wil wel allemaal gaan lopen en werken voor elkaar. Dus ik denk dat we daarin wel als team is het wel goed. We willen werken met elkaar. En ik denk dat je dat ook wel in de wedstrijden ziet. Op het moment dat we laag moeten komen, zijn we daar met z'n allen. Op het moment dat we hoog willen gaan, willen we dat ook met z'n allen doen. Ik denk dat dat wel een kracht is van ons team dit jaar. Zou je ons kunnen vertellen welke waardevolle lessen of inzichten je hebt opgedaan door samen te werken met Willem en Bastiaan bijvoorbeeld, die nieuw zijn? Ja, trainers die zijn heel erg bezig met het spel. Ze kijken natuurlijk ook heel erg naar trainers zoals Guardiola en Ten Hag, Slot. Dus dat is wel leuk om dat mee te maken, dat je die patronen die ze willen overbrengen. Soms gaat het al gelijk goed en soms hebben we dan meer tijd nodig om dat onder de knie te krijgen. Maar inhoudelijk proberen ze er wel een stuk verdieping in te brengen. Dus dat is wel leuk. En zeker als je dat nog niet zo heel vaak hebt gehad, dan is dat wel, maakt je dat wel nieuwsgierig. Ja, morgen nemen jullie het in eigen huis op tegen Cambuur. Uitspeelden jullie 2-2, waar jij nog een goaltje hebt gemaakt. Wat denk je dat er morgen mogelijk is en hoe zwaar weegt het mee dat je morgen in eigen huis speelt? Ja, ik denk dat we daaruit hebben we natuurlijk eigenlijk voor het eerst echt een beetje als een laag blok gespeeld. Dat heeft wel goed uitgepakt. Ik denk wel dat we nu misschien iets anders willen gaan spelen, maar ik denk wel dat er voor ons kansen liggen. Sowieso thuis. Op het kunstgrasveld is niet ideaal voor iedereen, alhoewel zij ook wel kunstgras hebben, maar het is toch anders. Het is een kleiner stadion, de ambiance is anders. Dus we hebben daar zeker kans in. En ik verwacht ook wel dat we daar, als we gewoon ons spel spelen, dat we dan voor een resultaat kunnen spelen. Oké, dat was hem. Bedankt en succes morgen. Oké, top, dankjewel.